Mijn naam is Max van Proostij. Ik werk bij IBM. En al enige tijd in de real estate omgeving waarmee ik voornamelijk verantwoordelijk ben voor het facilitaire deel. En dat doe ik onder andere voor Nederland, maar wat betreft werkplekontwikkeling doe ik het ook voor België en Luxemburg. Ik ben in contact gekomen met CREM door middel van mijn collega Paul Wittebrood, die een tijd in het bestuur heeft gezeten van CREM. En op een gegeven moment mij uitnodigde om een keertje mee te gaan. En ik was toen heel erg enthousiast en zodoende ben ik zelf ook lid geworden. Ik ben lid van CREM omdat ik het ontzettend leuk vind om met vakgenoten contact te hebben. Het is erg leerzaam. Daarbij bijkomend voordeel is dat je op ongelooflijk leuke locaties komt. Soms heel anders dan het bedrijf waar je zelf werkzaam bent, maar daardoor doe je heel veel inspiratie en kennis op over dingen die je eventueel zelf ook zou kunnen doen. Waarom ik ze aan zou moeten raden om bij CREM te komen is denk ik omdat het een heel breed palet aan mensen is, met diverse achtergronden, met diverse bedrijven, met diverse oplossingen. Wat naar mijn idee heel veel toegevoegde waarde heeft als in deze markt, om te kijken waar je zelf staat en waar je mee bezig bent. En met name ook om naar de toekomst te kijken, zonder dat het commercieel is ingestoken. Ik zit wel bij meerdere groepen, maar dan zit er soms ook wel eens weer een stukje commercie achter. En ja, ik vind een beetje dat vertroebelt vaak een beetje de boodschap. De app voegt voor mij toe dat, dat ik niet continu dus druk moet hoeven te zijn met de namen en de contactgegevens van mensen. Mensen zijn heel toegankelijk. Je kunt een stukje achtergrond zien van mensen. Met name ook de evenementen zijn heel toegankelijk. Alle informatie is op één plek. Je krijgt zoveel toegestuurd tegenwoordig en dan ben je onderweg en denk je, waar was het ook alweer? Dan pak je dus de app. En wat ik ook heel fijn vind, centraal opgeslagen alle presentaties. En nu ook weer, dan zie ik dingen en denk ik, oh, dat wil ik toch even met mijn manager nog doornemen, laten zien wat ik hier gehoord heb. Ja, dat is heel fijn dat je het op één plek hebt in de weerwar van de informatie die we allemaal hebben.